In 2022 hebben we projecten gedaan om te achterhalen of er bepaalde stoffen in het effluent een probleem kunnen zijn bij het hergebruik in de landbouw. Met dit onderzoek proberen we input te geven aan wetgeving voor hergebruik in de landbouw en ook voor andere toepassingen. We zoeken naar methodes om op te meten hoeveel stoffen er in het water zitten, maar ook hoeveel stoffen er dan in de bodem en eventueel in de landbouwgewassen zouden kunnen komen. En welke impact dat dan heeft op het milieu en op de menselijke gezondheid. Ik vind het heel leuk om met zoveel verschillende partijen in contact te komen. En ook het onderzoek zelf is heel afwisselend. Dus soms ben ik organisatorisch heel veel aan het regelen. Of soms ben ik ook gewoon bezig op het veld met de stalen te nemen. En dan ben ik weer bezig met data-analyse om al de resultaten te verwerken. Dus die afwisseling daar vind ik heel fijn. En ja, om met zoveel mensen in contact te komen, dat is echt super leerrijk en heel interessant.